Hallo, politie Jesse! Politie Jesse! Hey! Wegwezen, weg! Politie Jesse, ik heb je nodig! Aankloppen! Klop! Hallo Torben, wat is er aan de hand? Ja, jij wou alles goed met jou? De hele tijd iets vertellen. Echt, dat kon je maar niet en dat lukte maar niet. Wou ik jou wat vertellen? Ja, bij de rondleiding van Bloempark. Dat was ik niet. Dat was jawel, ik niet. Ik heb dus iets gevonden. Jesse! Ja, wat is er? Ik denk dat ik iets heb gevonden waardoor ik jou misschien nu wel ga geloven. Waar heb jij het over? Kijk, zak in mijn hand. Wat? Torben, ik ben nu niet aan het werk. Je kan nu niet allemaal dingen aan mij laten zien. We moeten eerst even naar het politiebureau voordat je mij bepaalde dingen laat zien. Je moet natuurlijk per se politieagentje zijn. Ja, ik moet politieagent zijn. Mag ik mee of niet? Jij mag mee. Ik wou jou toch nog eventjes zoeken. Want kijk, ik heb hier een hele veilige gevangenis gemaakt. En je hebt bewakers. Ik heb jou nodig. Ik heb bewakers. Kijk, dit is Karel en dit is Kees. Ja, en ik zou wel lief tegen ze doen. Maar kom maar binnen. Even de deuren dicht doen. Want Watto is ook online. En ik vertrouw hem niet, Torben. Ik wou je trouwens... Ja, dat zei ik net ook al. Ja, wat? Jij vertrouwt hem toch? Luister, kijk eens wat ik in mijn hand heb. Ik ben nog niet aan het werk. Kijk, even zitten. Sheriff. Hallo meneer, kan ik u helpen? Ik heb dit gevonden, bij Pato zijn huis. Wat is dit? Ik weet niet waar dit over heeft, meneer. Wat is dit? Dit is een van de stukjes. Een kogel! Moet ik vertellen hoe ik eraan kom? Een kogel! Kom. Hiervoor moeten we even naar boven. Hier moeten we even in de ondervraagkamer. Want daar stop ik namelijk al het bewijs, meneer. Ja, waar bent u? Kom maar mee. Kijk! Dit is de ondervraagkamer. Ga daar maar zitten. Daar. Ja, ga maar zitten. En hoe weet ik dat deze kogel in mijn hand niet van jou is? Het verhaal erachter is dat jij de hele tijd tegen mij hebt gezegd dat ik te vertrouwen ben en dat ik niks stil en et cetera. Oké, ik heb iets strafbaars gedaan. Ja. Voor het goede doel. Ik heb ingebroken in Patters huis om te kijken of daar iets verdachts was. En toen vond ik op de zolder, op de grond, lag een kogel. Jij zei dat je een wapen had gevonden. Ja, dat klopt. Dus dit bevestigt alleen maar dat dit wapen natuurlijk van Pato is. Maar jij vertrouwt Pato, dus ik kan jou ook niet vertrouwen. Misschien werken jullie wel samen. Misschien is dit gewoon een valstrik. Ik ben een hele goede politieagent, hè. Dus je kan mij niet voor de gek houden. Dat snap je wel, hè? Dat was ook precies wat ik lastig vond. Omdat ik eigenlijk niet wil geloven dat Pato een slecht mens is. Dus ik dacht, ik geef die code aan jou. Jij kan zien of het van Pato is. Hoe gaan we dit nu aanpakken? Heb jij een idee hoe we dit gaan doen of niet? Ik zou je kunnen helpen. Dus dat jij bij de politie komt werken. Kom je bij de politie werken en dan moeten we Pato arresteren. Want ik heb een hele goede gevangenis gemaakt. Ik weet niet of het dat mijn droombaan is, maar ik kan het altijd een keer proberen. Ja, dat is goed. Wil je het heel graag? Wil je het heel graag of niet? Ja, ik wil je helpen. Ik wil alles hier veilig houden. Ik ben zo terug. Torben wil bij de politie komen. Ik weet nou niet of ik dit moet vertrouwen. Ik vind dat Torben moet solliciteren om bij de politie te komen. Hij zit me te bespieden. Kijk hem daarachter. Hij mag niet zomaar bij de politie komen. Ja, hij moet even een goed praatje doen, hoor. Anders werkt het niet. Hallo! Hallo. Ik heb even met mijn collega's besproken dat je moet solliciteren om bij de politie te komen. Solliciteren? Je moet solliciteren. Waarom wil jij bij de politie komen? Wacht. Dan kom ik even opnieuw binnen, ja? Als een burger. Kom maar. Kom maar. Ik heb deur dicht. Op je stoel gezet. Ik ben even lekker zo. Hallo. Hey! Ik heb lekker wat broodjes bij. Aangenomen! Sorry. Klop. Klop. Sorry. Heb jij broodjes? Ik heb lekker broodje vlees. Aangenomen. Wat zit erop? Steak. Broodje met steak. Zo, alsjeblieft. Lekker. Nou,
Dat weet ik niet. Ik had liever een lekker broodje met kip gewild, maar... Ja, volgende keer. Ontslagen! Waarom wilt u bij de politie werken? Omdat ik mijn mooie stad en vooral mijn mooie attractiepark veilig wil houden. Maar dat attractiepark is gemaakt door de dief. Nee. Jawel. Nee. Je moet echt met wat beters komen. Je moet echt met wat beters komen als je bij de politie wilt werken. Maar dat is een hele gevaarlijke baan, dat je dat maar weet. Ik heb bewijs gevonden... En het lijkt mij heel gaaf. Het was echt een jongensdroom om dan ooit een echte boef te vangen. Even nadenken. Omdat ik dan met de grote Jesse mag samenwerken. Aangenomen! Dankjewel! Ik zat te wachten op een complimentje, want ik hou van complimentjes. Kom, ik heb wat voor je. Kom ben maar ik echt aangenomen? Ja, kom maar yes! mee. Maar, we moeten wel nog even naar... Kom, nee, wacht. Ik ga eerst even wat aan je geven, want... Oh, niet zo springen! Ik ben zo blij! Meekomen! Als politieagent zijnde heb je een aantal dingen nodig. En dat ligt hier. Kijk. Je mag hier nog niet komen. Pas als je het pakje aan hebt. Oké. Kijk. Zo, die heb je nodig. En die heb je nodig. En die heb je nodig. En die... Stop eens met zo springen! Nee, ik ben helemaal blij! Je moet het wel serieus nemen, Torben! Ja. Je moet het wel serieus nemen als je politieagent wil worden. Hallo? Oké, kom. Hallo. Meneer de agent. Meneer, heb jij ook zoveel zin in donuts? Of niet? Ja, hier. Waarom praten we opeens zo raar? Kom. We moeten even naar boven, want ik moet nog een aantal dingetjes vertellen tegen je. Kom, als je bij de politie wil werken, zijn er namelijk een paar regels. Dus gaan we zitten. Ik ga zitten. Oké. Ten eerste... Ik ben de opperagent. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is regel nummer 1. Regel nummer 2 is dat je van mijn donuts afblijft. Regel nummer 3 is dat je alles doet wat ik zeg. Regel nummer 4 is dat alleen ik een pistool heb. Want we hebben er maar 1 en dat is gewoon best wel gevaarlijk. En ik vertrouw je niet. Ik vind het wel hele strenge regels. Maar je moet me niet beschouwen als je slaafje. Nee, je bent mijn collega. Alleen ben ik de opperpolitie. Ja? Oké, voor nu omdat ik net... Wil je nou Bloomberg redden, ja of nee? Ja. Oké. Oké, kom maar. Ik heb een... Zie ik eigenlijk goed uit in dit pakje, of? Draai eens om. Hoe zie ik mijn billen in het... Ja, staat wel goed. Ja? Ja. Alleen, we moeten even... Wacht, trouwens. Kom maar, ik ben helemaal niet klaar. Zitten. Collega's, zitten. Ja. We moeten een plan bedenken. Hoe gaan we dat aanpakken? Ik weet vrijwel zeker dat Pato de dief is van Bloomberg. Maar hoe gaan we dit aanpakken? Heb je genoeg bewijs? Je hebt zo'n pistool, je hebt kogels... Misschien moeten we nog even iets beter bewijs zoeken. Kijken of we nog iets kunnen vinden. Want ik vertrouw het niet allemaal. Ik heb al 10 keer in het huis gekeken. Maar nu ik vrijwel zeker van ben dat daar de dief is, ga ik gewoon het hele huis overhoop halen. Ja, Pato weet van niks. Ik ben nog steeds goed met Pato. Ik kan mijn pakje uitdoen. Ik kan naar Bloompark gaan, kijken of hij daar is. En dan kan ik hem even afleiden. Dus en dan ben jij een undercover agent. Zullen we dat doen? Ja! Oké. Doe je pakje uit, Doe je pakje uit. Waarom ben je zo blij? Ja, ik weet niet. Waarom ben je zo blij? Oké, doe je pakje aan. Dan ga jij naar het huis van Pato daar in de verte. Dan leid jij hem af. Dan ga jij naar Bloompark. Dan moet hij gewoon nog wat bouwen. En dan ga ik zijn hele huis overhoop halen. En als we dan bewijs vinden, gaan we hem pakken. Ja? Gaan we hem arresteren? Dan gaan we hem arresteren. Laten we dit afspreken. Over 20 minuten spreken we af in dit kantoor. En als ik niks heb gevonden, gaan we hem ook arresteren. Ja? Oké. Deur dicht. Deur dicht. Ik vind het wel spannend. Ik heb een beetje bezweet al een beetje. Er zijn nog een paar belangrijke dingen die ik jou moet vertellen. Doe je politiepakje aan, want ik weet nog niet of jij politieagent bent of... Oké. Ik heb hier een kist. En daarvan is de code 1, 2, 3, 4. En daar zit nu niks in. Maar daar kan je al het bewijsmateriaal in stoppen. Want niemand weet namelijk die extreem geheime code. En ik heb nog iets. Kijk. Dat pistool ligt daar. Nee, daarvan krijg je niet de code. Oh. Daarvan krijg je niet de code. Maar dit is de gevangenis. En het is een hele goed beveiligde gevangenis. Je hebt namelijk allemaal lasers. En hier heb je ook een code. Ja. Alleen dit mag je tegen niemand zeggen. Het is namelijk... Ik kan er gewoon hard op zeggen, maar dit ga je nooit raden. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Kijk, hoppa. En hoe gaat hij dicht dan? Automatisch. Kijk, kom. Alleen als je de code weet, gaat hij open en dicht. En dit is de wc en dit is het bed waar Pato heel lang in gaat slapen. En ik heb ook allemaal camera's, dus er kan niks gebeuren. Kom maar. Kom. Torben.
Politie. Het is allemaal overweldigend. Ja, alleen politieagenten kunnen door de lasers. Kom. Ja, ik kom eraan. Torben! Oh. Zo ziet het er toch ook niet goed uit. En dit pistool mag je absoluut niet de code van weten. Wegwezen! Oeh, je was te gaaf. Nee. Oh, dat is zo gaaf. Torben, Oké, ik ga hem afleiden, ja? Ik krijg hem niet uit. Oké, ik heb hem. Niet op mijn richten. Ja, sorry. Niet op mijn richten. Oké, leid jij hem af? Leid jij hem af? Dan ga ik naar zijn huis toe, ja? Dag, Kees en Karel. Daar. Oké, ik heb Torben aangenomen als politieagent. En ik ben blij dat Torben bewijs heeft gevonden. Want nu weet ik zeker dat Torben aan mijn kant staat. En kunnen we eindelijk Pato gaan arresteren. Oké, ik moet Torben natuurlijk wel even volgen. Maar hallo, Karel. Hallo, Kees. Goed het politiebureau bewaken, oké? Ik ga er vandoor. Eens even kijken wat Torben allemaal aan doen is. Want ik moet natuurlijk wachten totdat Pato en Torben weg zijn. Want Pato is online, maar ik weet nou niet waar ze zijn. Is het al veilig? Kan ik al naar binnen? Ik heb echt geen flauw idee. Ik denk dat ik maar gewoon naar binnen ga. Ik ga gewoon rennen. Hallo, is hier iemand thuis? Er is er niemand thuis, denk ik. Ik ga sowieso eerst nog even naar huis, want ik heb wat nodig. Want ik wil namelijk het hele huis overhoop halen. Want er moet daar meer bewijs te vinden zijn. Oké, hier is Torben. Wat is hij allemaal aan het doen? Torben is echt een hele slechte politieagent, denk ik. Misschien had ik Torben nooit moeten aannemen. Oké, eens even kijken. Ik heb hier ergens in een van deze kisten nog een pickaxe. Ja, een pickaxe. Dankjewel. Kijk, die heb ik nodig. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon mijn pistool naar binnen. Ik denk dat het is gelukt. Ik zie Torben namelijk nergens meer. Hallo? Is er iemand thuis? Politie! Oké, niemand doet open. Dat betekent dat ik gewoon naar binnen ga stormen. Kijk, gewoon zo via het raam. Politie! Handen omhoog. Is hier iemand of niet? Hallo? Is hier iemand boven? Handen omhoog. Kijk, ik ben hier al vaker binnen geweest, maar er is nergens wat te vinden. En ik vind het gewoon heel erg raar dat hier dus een dief woont, maar dat er nergens spullen zijn. 2 gouden appels. Waarom liggen hier 2 gouden appels? Dit zijn mijn gouden appels. Ik ben namelijk 2 gouden appels kwijt. Of zijn het niet mijn gouden appels? Ik weet het niet. Bij deze zijn ze in beslag genomen door politieagent Jessie. Oké, en wat zit hierin? Niks. Er moet hier iets zijn wat ik niet zie. Misschien ergens onder de grond een geheime ruimte. Weet je wat? Ik ga gewoon de hele vloer weghakken. Eerst alle tapijtjes weg. Oh, misschien onder het bed. Zit hier wat? Nee, ook niet. Zit hier wat? Hier misschien. Hallo, je moet er... Oh, ik wist het. Er zit hier gewoon een kluis. Kan ik deze kluis hakken? Ik kan deze kluis niet hakken. Hoe ga ik dit doen? Ik moet een code invoeren. Wat voor code zou een dief hebben? Even goed nadenken. Als je namelijk steelt, ben je niet heel erg slim. Dus heb je een hele makkelijke code. Misschien is de code 1, 2, 3, 4. Ik heb het meteen goed. 2 enchanted golden apples zijn... Oké, 64 kogels. 64 kogels? Ik weet het zeker. Ik weet het 100% zeker. Pato is de dief. Pato is de dief. En Pato is niet zomaar een dief. Pato is een crimineel. En we moeten hem heel gauw tegenhouden. Oké, ik ga terug naar het politiebureau. Daar heb ik namelijk met Torben afgesproken. En dan moeten we plannen gaan verzinnen hoe wij Pato gaan tegenhouden. Karel, Kees, ik ga jullie nodig hebben, oké? Want er gaat wat gebeuren. Oh, Torben is al binnen. Torben, ik weet het zeker! Ja? Ik weet het zeker! Kom. Pas op met die pistool. Ja, kom eens even mee. Kom eens even mee. Ik moet jou ook nog wat vertellen dadelijk. Ik eerst. Kom, zitten. Ja. Ik weet het 100% zeker. Ik heb zijn hele huis overhoop gegooid. Mm-hmm. En ik heb niet 1 kogel gevonden. Niet 2 kogels. Niet 3. Oh, nee. Niet 4. Niet 5, ja, maar okay. Heel veel kogels. Nee. Ja, jeumig. Ik weet het dus zeker. Ik weet het zeker. Maar ik vraag me dus af, hè. Oh, ik heb trouwens ook. Ik heb trouwens ook deze gevonden in zijn huis. En ik heb deze gevonden in zijn huis in een geheime. Hij heeft een geheime kist. En ik ben de 2 kwijt. Dus ik weet zeker dat Pato dit allemaal heeft gedaan. Alleen, wat moet hij met een pistool? Misschien wil hij Bloomberg overnemen. Torben, we hebben een probleem. Ja, ik weet je, ik ben hem net gaan afleggen.
afleiden voor jou. Ik ben net naar Bloempark gegaan. Maar die jongen is gewoon bezig met een reuzenrad. Hij is weer nieuwe attracties aan het maken. Ik ga met jou mee. Jij mag hem arresteren. Maar jij doet het alles. Hoezo? Ik ga niet eens durven. Omdat ik vind het moeilijk. Torben, omdat het mijn vriend was. Hij probeert jou. Het is mijn vriend. Hij probeert jouw vertrouwen te winnen. Dat snap je toch wel? Ja, weet ik niet. Jij bent ik zo vind dom. Het moeilijk. Jij doet het. En ja. ik ga gewoon met jou mee. Ja, ja. Alleen, hoe gaan we dit aanpakken? Want ik heb moet jij weten. Jij bent de sheriff. Ja, maar ik heb een pistool. Maar misschien heeft hij ook wel een pistool. Hè? Dan hebben we een probleem en dan gaan we schieten. Ik heb een schep. Wat heb je nou weer aan een schep? Ja, ik heb ook nog wel een zwaar. Maar okay, ik wil het niet gebruiken. Dit gaat een probleempje worden. Karel, Kees, als ik nooit meer terugkom, dan ben ik ergens. Kan je wel die pistool gewoon niet op mij richten? Torben, je of moet... Doe even de kogel eruit. Doe even de kogel eruit voordat je... Nee, dat kan niet. Dat werkt, werkt die trouwens nog wel. Oh, wow, sorry. Pas op, jongen. Sorry. Oh. Sorry! Sorry, Torben. Ging ik alweer bijna. Hè? Ja, ik naar bed. Ik moet nog even testen hoe die werkt. Waar is hij? Maar we gaan hem nu dus arresteren. We moeten hem hij is gewoon heel onschuldig aan het bouwen. Oh, hij weet niet wat... Wacht, ik doe... Hij heeft geen idee! Wat? Ik heb een idee. Weet natuurlijk niet dat we het bewijs hebben gevonden. Nee, dat is waar. Dus laten we eerst gewoon een vriendelijk gesprekje met hem houden, ja? En als wij met z'n tweeën zijn, dan gaat hij sowieso nooit winnen. Okay. Hallo, Pato! Hoi. Hallo! Politieagenten! Jesse en Torben hier. Politie? Hoi. Ja. Je bent aangehouden! Je bent aangehouden, want we hebben bewijs tegen je gevonden, dus handen omhoog! Nee, handen omhoog! Nee, je bent aangehouden. Je bent aangehouden. Meekomen. Kom maar mee, want we gaan jou voor altijd opsluiten. Jawel, we hebben bewijs gevonden. Nee. Ik heb de kogels in je huis gevonden. Meekomen. Nee. Kom, Torben, neem het over. Nee. Pak hem. Arresteer hem. Kom, Pato. Kom maar mee. Okay. Ik vind het ook niet leuk. Ik vind het ook niet leuk. Wat is er? Nee, moet ik eerder aan jou vragen? Pato, hou op. We weten zeker dat jij de dief bent. We weten het 100% zeker. Iemand luistert me erin, dat kan niet anders. Nee. We gaan jou voor altijd opsluiten in de gevangenis. Ik kan gewoon een mooi pretpark bouwen. Nee, hou op met die domme smoesjes, want je probeert... Oh, een boom voor mijn neus. Je probeert alleen maar Torben zijn vertrouwen te winnen. En dat mag niet, dat is niet goed. Door een heel pretpark te bouwen? Kom eens even mee. Ik zal het je laten zien. Kom maar mee. Leg dit maar eventjes sorry. Uit. Sorry. Wat moet ik uitleggen? Hoezo zeg je sorry, Torben? Ja, ik vind het moeilijk. Yo. Ik snap niet wat ik gedaan heb. Pato, doe je deur. Waarom doe je deur? Er een gat in mijn ja, huis? Doe maar even open. Doe maar open. Doe je deur Waarom maar open. Er doe je deur maar open. Dit is inbraak. Dit kan toch niet? Wat is hier aan de hand? Wat is dit? Ja, joh! Doe maar net alsof je het niet weet! Doe maar net alsof je het niet weet! Ik weet het niet! Torben! Hey! Hij gaat weg! Pato! Handen omhoog! Ik heb een wapen op je gericht! Handen omhoog! Doe een waarschuwingsschot! Pas op! Handen omhoog! Ik heb al je kogels gevonden en je weet zelf ook dat het een echt wapen is. Hier komen. Geen idee waar je het over hebt. Torben, pak hem. Hier komen, Pato. Meekomen. Pato, meekomen. Ik weet 100% zeker dat jij namelijk de dief bent. En we gaan je opsluiten. Voor eeuwig en altijd. Ik heb niks gedaan. Meekomen naar politiebureau, Pato. Oh. Je hebt het wel gedaan. Waarom vind ik dan ook in jouw kist mijn twee appels die ik kwijt was? Mijn gouden appels? Leg dat maar eens uit. Waar heb je het over? Leg dat maar eens uit. Ik weet het 100% zeker. Ik weet het 100% zeker. Karel, Kees. Aanschouw de dief. Pato. Meekomen. Hoi, Karel en Kees. Hey, Karel, terug. Meekomen. Hier, kom maar. Ik heb hier een gevangenis waar jij nooit uit gaat kunnen ontsnappen. Torben, doe jij de deur maar open. Wat is er aan de hand? Hey, niks zeggen. We hebben genoeg bewijs tegen je gevonden. Je smoesjes trappen er niet in. Deed de verkeerde code, ben je nou code meneer. Ben je nou de code vergeten? Nee, hier is hij. Naar binnen. Hij ging naar binnen gaan. Torben, wat ben je voor slechte politieagent? Naar binnen. Het is mijn eerste dag. Ik heb stress. Pato. Daar kan je naar de wc. Daar kan je lekker slapen. En ik denk dat je hier misschien wel 10 jaar opgesloten bent. Want je mag nooit meer wonen in Bloemburg. We gaan je huis verkopen. Doei. Sorry, Torben. Pato. Torben.
een meeting boven. Kom, okay. Kom. Het is tijd voor een meeting. Jesse, ik vind het zo moeilijk. Hoezo? We hebben nu en een pretpark en de dief is weg. Dit is toch ja, maar goed. Wie gaat nou een pretpark afmaken? Ja, dat kan je vast wel zelf. Ga zitten. Oké. Hebben eindelijk... Ik weet niet of politie mijn beste job is. En dan neem je ontslag. Ik neem ook even ontslag. Want aangezien we eindelijk de dief hebben gevonden, ik ben wel toe aan vakantie. Dus Ga je nou in één keer op vakantie? Ja, mijn missie als politieagent is volbracht, Torben. Jij gaat op vakantie en ik moet je gewoon een beetje met padden rond dwazen. Ja, jij mag hem bewaken. Doei!